Op de N264 bij Odiliapil is zondagochtend opnieuw een ernstig ongeval gebeurd. Afgelopen donderdag nog kwam een jonge automobilist om het leven bij een ongeluk op dezelfde weg. Zondagmorgen raakte de bestuurder van een bestelauto kort voor 5:30 door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. Hij kwam daarbij bekneld te zitten en moest door de brandweer uit die benarde positie worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer was niet bij kennis toen de hulpdiensten hem aantroffen. De man is nadat hij was bevrijd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen. Over zijn toestand op dit moment is niets bekend. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.